zaterdag de laatste aflevering in deze serie over de smartphone. Straks een toneelvoorstelling over de machtigste vrouw van Nederland, Nelly Kroes. Maar eerst, mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS, mogelijk jarenlang verkeerd behandeld. Ze moesten gaan bewegen en gedragstherapie volgen. Maar nu blijkt dat het onderzoek waarop die behandeling was gebaseerd niet deugt. John Kieboom is CVS-patiënt en hij werd, zoals hij zelf zegt, doodziek van al dat bewegen. Ik was gewoon dood en doodziek. Ik had totaal geen energie meer, enorme spierpijn. Ik kon op dat moment ook heel slecht licht verdragen, geluid verdragen. En ja, dat resulteerde erin dat ik uiteindelijk volledig bij het leven ben geworden. John Kieboom is 49. Na zijn middelbare schooltijd kreeg hij het chronisch vermoeidheidssyndroom. Een aantal jaren geleden kreeg hij gedragstherapie en bewegingstherapie voorgeschreven. Dat zou helpen. Het was een uur, maar dat was de bedoeling dat je op ging bouwen naar een poptest doen. Dus je moest aan het einde moest je eigenlijk die 12 minuten die symptomen lopen. Nou, dat redde ik niet. Maar ik wilde beter worden, dus ik ging wel heel hard mee in het verhaal. En wat erin resulteerde, dat ik op een gegeven moment af moest haken, omdat ik alleen maar zieker en zieker werd. CVS is een onbegrepen en niet te genezen ziekte. De oorzaak is nooit gevonden. Veel artsen denken dat er niets met de patiënten aan de hand is. Als ze maar bewegen en in therapie gaan, gaat het vanzelf over. Eigenlijk kreeg ik continu terug van, er is niks aan de hand. We kunnen niks vinden en leer maar leven met je klachten. We spreken van chronisch vermoeidheidssyndroom als iemand minstens 6 maanden erg moe is en ook nog andere klachten heeft. Zoals een slechte geheugen, keelpijn, spierpijn of gewrichtspijn. Geschat wordt dat zo'n 40.000 mensen CVS hebben. De meeste patiënten zijn tussen de 40 en 50, ruim 3/4 is vrouw. Er was lange tijd geen officiële behandeling voor chronische vermoeidheid. Kieboom werd aangeraden naar Nijmegen te gaan, naar het speciale kenniscentrum voor CVS. Daar kregen we van terug van dat de wachttijd te lang was en ik woonde te ver uit de regio, dus daar kon niets voor me gedaan worden. Toen was het van afwachten en op dat moment hopen op beter. Londen 2011. De St. Mary Universiteit komt met de resultaten van het grootste onderzoek ooit onder CVS-patiënten. De zogenaamde PACE trial. Hieruit blijkt dat gedragstherapie en bewegen de beste behandeling is. Het toonaangevende tijdschrift The Lancet publiceert de resultaten. Die resultaten waren positief. 30% van de behandelde patiënten die in die trial, in dat onderzoek zaten, hadden daar baat bij. Bij bewegen en precies. De adviezen uit het Britse onderzoek worden wereldwijd overgenomen voor de behandeling van CVS-patiënten. Je kan natuurlijk ook zeggen 30%, dat was een succes, omdat er nog niks bijzonders aan behandeltherapieën was. Dan kan je zeggen, nou dan ben je blij met die 30%, maar dat betekent natuurlijk ook dat 70% er geen baat bij had. En ja, misschien had dat ook wel wat genuanceerder in de pers nog gekomen, maar dat is heel erg blijven hangen dat die behandeling erg succesvol is. John Kieboom was inmiddels afgekeurd toen de nieuwe behandelrichtlijn werd ingevoerd. Hij kwam bij een psycholoog terecht en moest een dagboek bijhouden. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan, samen met hem. En bekeken van waar zitten nou mijn diepe dalen en hoe komen mijn terugvallen. Nou, dat hebben we er niet uit kunnen analyseren. En natuurlijk moest hij ook in beweging komen. Ik moest mijn ziekte doorbreken, een term die ik vaker had gehoord. En ik ben mee gaan doen aan die loopgroep, alleen daarna ben ik gewoon volledig aan elkaar gestort. En is het alleen maar slechter dan aan de hand. Ik denk over een periode van 5-6 jaar. En het laatste jaar is bijna volledig bij het leven geweest. De periode van dat ik uit bed was, werd steeds korter. John was niet de enige patiënt die slechter werd. Patiënten zijn van meet af aan. We zijn erg kritisch geweest op de methode waarop het onderzoek is uitgevoerd. Maar die kregen geen voet aan de grond. De St. Mary's Universiteit weigerde de data van het onderzoek openbaar te maken. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen. Alle gegevens kwamen naar buiten. Toen bleek dat het onderzoek aan alle kanten rammelde. Met name de mensen met zeer ernstige klachten, die hebben niet aan het onderzoek deelgenomen. Daarmee zijn dus de uitkomsten daardoor alleen al geflatteerd. Twee. Ze hebben een uitkomstmaat bedacht, zo van als je zo ver herstelt, dan is er succes. Die uitkomstmaat hebben ze tijdens het onderzoek die verlaagd. En verder hebben ze patiënten zelf laten rapporteren of ze zich beter voelden. Ze hebben niet objectief gemeten of hun activiteitenniveau, of dat beter was geworden.
dat ze bijvoorbeeld weer aan het werk zijn gegaan, dat staat allemaal niet in dat onderzoek. Door de onderzoeken die nu naar buiten komen, ja, blijkt dus dat eigenlijk de hele therapie, zoals die in Nederland wordt aangeboden, eigenlijk op niks gebaseerd is. En ja, dat maakt je wel heel erg boos. Zeker omdat je vanuit allerlei organisaties gedwongen wordt om die therapie te volgen. Wereldwijd vliegen artsen elkaar nu in de haren. Werken de gedragstherapie en beweging nu wel of worden patiënten er slechter van? The whole study is fraudulent. It is actually a criminal act in my view. To my mind, this is abuse because we have vulnerable people who are obviously sick, being told there's nothing wrong with them, given advice which actually makes them worse. See, the sick people who are being absolutely cheated. Dat is ernstig omdat in het gunstigste geval maar een beperkt aantal patiënten baat heeft gehad bij die behandeling. Maar dat er ook patiënten zijn die er slechter van geworden zijn. Voor die patiënten is het een tragedie. We hebben een artsenheet en daarin staat dat we geen schade berokkenen aan de patiënten. Nou, dat kan je dan je afvragen of je, waar je mee bezig bent als arts. Maar hoe nu verder? In Nederland krijgen CVS-patiënten nog steeds gedrags- en bewegingstherapie voorgeschreven. De Gezondheidsraad buigt zich nu over het controversiële dossier. Je moet zich realiseren dat heel veel collega's jarenlang gewoon het idee hebben gehad, chronisch vermoeidheidssyndroom ME, dat betekent deze behandeling. En als je heel lang vast zit in zo'n redenering, dan kost het enige moeite om mensen ervan te overtuigen dat dat misschien niet de goede redenering is. John Kieboom hoopt dat alle ophef ertoe leidt dat er geld komt om naar de werkelijke oorzaak van zijn ziekte te speuren. Ik hoop wel dat door de ontwikkelingen die er nu ook gaande zijn, ja, dat er uiteindelijk wel een verandering komt. En of dat voor mij nog gaat helpen, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat het voor anderen in ieder geval verbetering op gaat leveren. Onderzoek van de Gezondheidsraad naar de therapie voor CVS is begin volgend jaar klaar.